Het is de 19e week van de friet en met onze Vlamcampagne roepen we alle Vlamingen op om vaker samen te genieten van frietjes en eens een frietkot te bezoeken. Dat is voor onze Vlaamse regering niet altijd mogelijk, dus brengen we vandaag de frituur tot bij hem. Onze friettraditie is gewoon een onderdeel van ons DNA en bewijst opnieuw dat horeca het peper en zout is van onze samenleving. Ik vind het een schitterend initiatief. Ten eerste, ik heb een groot hart voor de horeca. Vanaf het café over het frietkot tot de restaurants met sterren. Een sector die twee zaken combineert. Economie, mensen die hun job hebben, die hun brood verdienen ermee. Maar die ook mensen samenbrengt. En ik ben vooral blij dat het thema is van de actie van horeca. Frieten brengt mensen samen. En dat is ook zo. Eten en drinken is in Vlaanderen heel belangrijk, maar altijd streven naar vakmanschap, naar kwaliteit. Dat wil ik dus zeggen, op elke trap van de culinaire ladder, gaat dat nu over fritten of gaat dat over sterrenrestaurants, overal slagen we erin om kwaliteit te brengen. En dus dat kan een eenvoudig frietje zijn of een complexe schotel, allebei. Wel, ik zal toegeven, ik ben een BFF, ik ben de beste friet van. Ik eet minstens één keer per week verse frieten, want dat is wel de voorwaarde, het moeten verse frieten zijn. Ik eet heel graag in een frituur, dus ik ben een grote fan. Van mij mag dat hier elke vrijdagmiddag en elke vrijdagavond en elke dag eigenlijk komen.